Kaatsheuvel. Waar kennen we dat ook alweer van? De Efteling. De Efteling. De Efteling. De Efteling. De Efteling! Voor ons een kijkje nam. En het al 45 jaar durend sprookje, zij het iets wat in vogelvlucht, herbeleefde. Welkom in de Efteling. Ik ben Ton van der Ven, creatief directeur. En ik vind het leuk om hier in de Efteling een beetje rond te leiden. Welkom in de Sprookjesbos. We staan hier op de plaats waar de Efteling eigenlijk ontstaan is. Het begon in 1952 en in 1965 was ik degene die aan het grote avontuur mocht deelnemen. Zeg, groot kapje, waar ga je heen zo? Vind je het mooi of niet? Ja, ja, dat was wel reden. Wat vind je zo mooi? Boekjes brengen uit het bos. Die rietjes steeds. Ga naar grootmoeder bloempjes brengen uit het bos. Voelt u zich nou ook weer een beetje kind? Zeker, zeker ja. Ik geniet denk ik met dezelfde teugen van als mijn zoon. Een van de hoogtepunten van Anton Pieck was ongetwijfeld de totstandkoming van de Indische Waterlelies. Het was het eerste indoorsprookje dat de Efteling bouwde en waarbij ook beweging een hele grote rol speelde. In 1978 bouwde de Efteling haar spookslot en daarna werd de weg ingezet naar een andere richting waarin het stalen geweld voor de Efteling ook een rol ging spelen. Wat is ik heb er al vaker in gezeten, dus ik vind het niet eng. We zijn van die ouders, die durven overal in. Nou, een beetje eng. Ja, een beetje eng. Mijn maag voelde ik een beetje draaien, ja. De rest van de dingen wel, maar ik durf gewoon niet goed over de kop. En het schip wat daar ook zo lekker wiebelt, daar ga ik ook niet in. Dus, Een beetje misselijk van. Ja. Bepaalde dingen, dan denk je van, nou, dat wil ik nog wel een keertje, maar ja, je moet verder, hè. Na een periode van aangekondigd veel staal geweld, is dit toch weer even terug naar sprookjes, hè? Ja, we hebben vastgesteld dat het sprookje eigenlijk de kurk is waarop we eigenlijk drijven, het succes van de Efteling. En Back to the Roots is ingezet met het sprookje van 1001 Nacht. En uit die mogelijkheden van die sprookjes hebben we gekozen voor sferen. En voor u zijn al uw dromen komen dus uit? Grotendeels wel. Ik voel me wat dat aangaat ook flink geprivilegeerd. Want het is niet iedereen gegeven om op een malotige manier te mogen denken en dat ook nog eens een keer gerealiseerd te kunnen zien. Dan staan we hier dus bij uw tot nog toe laatste hoogstandje. Wat is dat? Correct, dat is Villa Volta, het sprookje van Hugo van de Loonse Duinen. Een bokkenrijder die op een gruwelijke manier voor zijn wandaden gestraft wordt. En zijn straf is dat zijn eigen huis hem niet meer als bewoner accepteert. En wat dat nou inhoudt, dat kan iedere Eftelinggast aan de lijve ervaren. Huizen die hun bewoners niet meer willen of staal geweld. Wat maakt het uit? De basis van alles is en blijft toch het knussen. Het zelfs huiselijke van het Sprookjesbos.